Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Drie op Reis. We blijven vandaag in Nederland. Dennis gaat naar het oosten van het land. Hij brengt het weekend door in de hoofdstad van Overijssel. Dit achter mij is het station van Zwolle. Zwolle is de hoofdstad van de provincie Overijssel. En ligt dus hier zo. Zwolle is echter niet de grootste stad van de provincie, want dat is Enschede. Dat ligt wat meer dichter bij Duitsland. In Zwolle wonen op dit moment zo'n 120.000 inwoners. Station Zwolle is een belangrijk station voor reizend Nederland. Verbindingen uit het hele land gaan via Zwolle. Momenteel is er verbouwing gaande op het station, omdat het station uitgebreid gaat worden. In de zomer van 2015 moet het project na 5 jaar afgerond zijn. Come on, let's go. We zijn bij de stadsgracht aangekomen. De binnenstad is omringd door deze gracht. In 5 minuten lopen vanaf station ben je hier. En dit is het entreepunt om naar het centrum te gaan. Ik vervolg mijn weg in de richting van een historisch bouwwerk. Dit is de Sassenpoort, de stadspoort van Zwolle. Het middeleeuwse poortgebouw komt uit 1407 en was onderdeel van de stadsmuur. Steden in Nederland hadden dat vroeger om de stad te beschermen. Het herinnert de bevolking aan de gouden tijden van de Hanzen. De Sassenpoort staat in de top 100 van Nederlandse monumenten. De Zwolse bevolking heeft een bijnaam. Zwollenaren worden namelijk Blauwvingers genoemd. Deze geuzennaam ontstond in de middeleeuwen en inmiddels noemen de mensen in Zwolle zich trots Blauwvingers. Ondertussen is het alweer tijd om door te gaan naar onze volgende locatie. Vroeger was dit een kerk en nu is het omgetoverd tot iets heel anders. We zijn hier aangekomen bij iets bijzonders, misschien wel iets unieks. In 6 jaar tijd is deze Broerenkerk omgebouwd tot een enorme boekhandel die veel meer is dan alleen een boekhandel. In dit prachtige gebouw vind je ook een brasserie en er worden lezingen en tentoonstellingen gehouden. Waanders in de Broeren werd in juli 2013 geopend en is het nieuwe culturele centrum van Zwolle. Een cultuurhistorische Hansestad, zo mag je Zwolle wel noemen. Overal zijn sporen van het rijke verleden terug te vinden. Zo heb je de historische gevels, de monumentale koopmanswoningen en natuurlijk de stadsgracht. Het zijn maar enkele voorbeelden van de overblijfselen uit de gouden tijden van de stad. De bloeitijd van de Hanzen lag tussen de 12e en de 16e eeuw. Op een gegeven moment telde het Hanzenverbond 208 steden, het hoogtepunt in die periode. Dankzij de handel en nijverheid werd Zwolle in die periode een stad die ertoe deed. Een restaurant met 3 Michelinsterren, dat is heel bijzonder. Zwolle heeft zo'n restaurant, de Libreye, het in 1993 geopende restaurant van topkok Johnny Boer. Deze exclusieve eetgelegenheid noteerde in 2012 de 33e plaats in de top 50 van beste restaurants ter wereld. Een ander bekend punt in Zwolle is de Peperbus. Eigenlijk heet het bouwwerk de Onze Lieve Vrouwentoren, die hoort bij de kerk. De toren dankt de bijnaam de Peperbus aan de vorm, omdat het lijkt op een peperbus. Met zijn 75 meter hoogte is de Peperbus niet te missen als je in Zwolle bent. Na een beklimming van meer dan 200 traptreden ben ik eindelijk aangekomen op de top van de Peperbus, het hoogste punt in Zwolle. En wat een prachtig uitzicht heb ik hier. Het bekendste museum van Zwolle is Museum De Fundatie, dat ook gelegen is in het stadscentrum. Het gebouw waar het museum gevestigd is, heet het Paleis aan de Blijmarkt. Na een grote renovatie is het museum sinds juni 2013 weer open. We nemen even een kijkje. Het museum werd afgelopen jaar door prinses Beatrix heropend en haalde in 2013 direct een bezoekersrecord. In de 7 maanden dat de fundatie geopend was, waren er meer dan 170.000 bezoekers.
Begin 2010 was het museum wereldnieuws met de ontdekking in de eigen collectie van het schilderij De Molen, Le Bleu de Vin van Vincent van Gogh. In de fundatie vind je onder andere werken van Mondriaan, Herbin, Appel en Van Gogh. Lange tijd kende de provincie Overijssel geen hoofdstad, maar in de Franse tijd veranderde dat. In deze periode werd Zwolle uitgeroepen tot de hoofdstad van Overijssel. In de stad zijn een aantal oorlogsmonumenten te vinden. Deze zijn ter nagedachtenis aan de Zwollenaren die zijn overleden in de Tweede Wereldoorlog. Eén daarvan is hier in het Terpelwijkpark. Zwolle staat ook bekend om zijn vele kerken. In de Overijssel stad wonen veel gelovigen en dus zijn er veel kerken. Zoals hier op de Grote Markt. Achter mij zie je de Sint-Michaelskerk. Het plein zelf was vroeger het centrum van een levendige markt. De bekendste Zwollenaar is Johan Rudolf Thorbecke. Deze liberale staatsman is vooral bekend als grondlegger van de Nederlandse parlementaire democratie. De in 1848 ingevoerde grondwet werd grotendeels gemaakt door Thorbecke. Ik sta hier bij het IJsbeeldenfestival. Sinds 2011 is dit een jaarlijks terugkerend evenement in de binnenstad van Zwolle. Veertig nationale en internationale kunstenaars hebben hier een ijssculptuur gemaakt. En ze gebruikten daarvoor meer dan 250.000 kilo aan ijs. Het IJsbeeldenfestival van Zwolle is een van de grootste ijsbeeldenfestivals ter wereld. Ik heb me laten vertellen dat hier een Zwolse delicatesse wordt gemaakt. Tijd om even een kijkje te nemen. Zwolse balletjes, dat is de lekkernij van Zwolle. Ik weet niet of je er eentje wil proeven. Ja, natuurlijk. Ja? Kijk eens alsjeblieft. De zwarte, dat zijn de originele. De eerste die hier gemaakt werden, die zijn gemaakt van bruine suiker. Daarna kwam er kristalsuiker en rietsuiker op de markt en kon men de smaken en kleuren aan toevoegen. Mm-hmm. Ik ga gelijk even eentje proeven. Ja, mag je achter je kies stoppen? Achter mijn kies? Ja, dat was de bedoeling dat men deze van oudsher werden ze gebruikt om de koffie en de thee mee te zoeten. Omdat dat echt, het suiker was heel erg duur. Mm-hmm. Dus dit was echt een delicatesse. Na de kerkgang op zondag kreeg men een zwolsballetje. En het was wel de bedoeling dat je daar een paar uur mee deed. Dus bij ieder. Bang, zo is dat zeker? Ja, klopt. En dan als de koffie op was, haalde je hem uit je mond, legde je hem op het schoteltje en kon je hem weer bewaren voor het volgende kopje koffie. Dus het was een delicatesse en het past ook wel een beetje bij de Zwolse zuinigheid. En hoe lang bestaat het huis hier al? Deze winkel, zoals die hier eruit ziet, bestaat sowieso vanaf 1845. Toen is het dus een stekenbakker geworden, want Zwolse balletjes worden ook wel de steken genoemd. Typisch Zwolse, omdat wij de enige zijn in Nederland die nog steken bakken. Dus dat is best wel uniek. En we zijn natuurlijk super trots op dat wij nu nog de enige zijn die ze maken. Wil je een zakje meenemen? Ja, oh ja, ja? Ja, zeker. Kijk aan, als het op is mag je terugkomen. En niet allemaal alleen opeten. Ja? Goed, ja, dankjewel. Alsjeblieft.